Ja, dan nu de laatste dagen van Standing Rock. Er stroomt al olie doorheen, de Dakota Access pijpleiding. Het afgelopen jaar verzamelden duizenden Sioux-Indianen en steunbetuigers zich in het reservaat Standing Rock in Noord-Dakota om te protesteren tegen die pijpleiding. Op 22 februari werd het ontruimd en kwam er een eind aan het Standing Rock-kamp. Laura Stek was er die laatste dagen voor de ontruiming en maakte de nu volgende documentaire. They're gonna come in the next 5 minutes because they got vehicles along there. People took a stand today for treaty rights, for sovereign rights of indigenous peoples. Protect the water, protect the land, protect the air, for the children, for the next 7 generations. And they came with guns and armored vehicles and weapons. Februari 2017. Het protestkamp in reservaat Standing Rock wordt ontruimd. De panzerwagens zijn op het aangekondigde tijdstip in een rechte lijn de heuvel opgereden. En de helikopters hangen als aasgieren boven de laatste waterbeschermers, zoals ze zichzelf noemen. Een goede fotograaf zou het eruit kunnen laten zien als Irak of Afghanistan. Maar het is de VS, Noord-Dakota, waar een 1800 kilometer lange oliepijpleiding de gemoederen het afgelopen jaar hoog deed oplopen. Een paar dagen voor de ontruiming arriveer ik met de Nederlandse Jolanda Kirpenstein in Rapid City, Zuid-Dakota. Jolanda was hier eind 2016 ook. Ze reageerde op een oproep tot internationale steun via Facebook. Ik zag een filmpje schetsend de situatie van wil je komen helpen? Dan denk je van Noord-Dakota, eind weg. Maar toch gedaan. Via haar kom ik in contact met Tammy Howard. Kom hier. Kom hier. Tammy woont met haar vrouw Sissy en mini-husky Orion in een buitenwijk van Rapid City. Ze heeft een Engelse, maar ook een inheemse naam. Muntakyapi, Lemie Waki en Wiyankapiwi Machiapigisto. My Hunkpapa Lakota name is The Thunder Beans, They See Her Woman. My English given name is Tamara Howard. Naast Tammy heet ze dus ook De Donderwezens Zien Haar, omdat ze werd geboren tijdens hevig onweer. Tammy is Lakota, een van de 3 volkeren die onder de verzamelnaam Teton of Sioux vallen. Hunkpapa is haar stam. Haar voorvader heette eigenlijk Rabbit Head. Maar nadat de Indianen in reservaten werden geconcentreerd, kregen ze een willekeurige Engelse naam. When the government came and put our ancestors on reservations, they said you can no longer use your Indian name. And they took one of the soldiers and gave him his last name, which was Howard. And they opened up the Bible and said, your first name is John. So John Howard, and that's how our family got our last name Howard, but I don't like to carry that name. Because, you know, it's not our family's names. Tammy is klein en gedrongen. Ze heeft kort zwart haar en haar nek, schouders en armen zitten vol met tatoeages die verwijzen naar haar achtergrond. Sacred life. And these ones are the horses. This one, I don't know, it was a cover. My Lakota name. And this one, it's the 4 directions. And then I have a heart with wings. My right side, I have a portrait of Sissy. It's not done. I still got to get more hair. De tatoeage met een portret van haar vrouw Sissy is nog niet helemaal af. Orion, sit down. Sissy komt net terug van haar werk. Naughty, 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 naughty puppy. Ze is half Hawaiiaans en half Lakota. De afgelopen maanden gingen Tammy en Sissy ieder weekend op en neer naar hun yurt in Standing Rock. Ook nu weer. Het is 5 uur rijden in het donker over een totaal verlaten weg in een totaal leeg landschap. Oh my god. En dan gebeuren er ongelukken. He's still alive? No. Oh. He was warm. We hebben een konijn geraakt met de auto. Die ligt hier nu. Oh. Er wordt even tabak gepakt. There's windows already open. There's a can. What is she doing with the tobacco? Praying and saying sorry, you know. Their spirit for their families is rabbits that protects them, you know. I feel terrible. Het dode konijn ligt midden op de weg.
Tammy staat ernaast en doet een gebed. Want het konijn is het familiedier, vanwege de naam Rabbit Head. Dit wordt gezien als een slecht voorteken. Onderweg vertelt Tammy over haar jeugd. Ze groeide op in Standing Rock, een van de 326 reservaten in de VS. Ze leefde tot haar zevende bij haar opa op het land in een kleine caravan bij de rivier. And we had a one-bedroom log cabin with stove, but then he passed away when I was seven, so I was uprooted from living of the land to taken to Mobridge and put in a public school, which was a culture shock. Toen haar opa op haar zevende overleed, verhuisde ze naar haar moeder, buiten het reservaat, en moest ze naar een openbare school waar ze moeilijk kon aarden als enige Lakota. I struggled because I was different. I mean, I wasn't different. I was just, I guess, I wasn't integrated in society. I didn't understand them and they didn't understand me. So it was tough. En niet alleen dat was moeilijk. Haar familie dronk veel, te veel. Het werd hen fataal. And so my mom and my two brothers died from drinking. My mom passed away when I was 16. My sister died years before that from drinking. They found her in Washington. So, and for me, it was just like, I told myself I'll never die from drinking, ever. We just entered Standing Rock, probably the southwest corner. Jesus. Oh, my poor car. We komen aan nu bij het eerste tankstation voor het kamp. En het is duidelijk dat hier mensen zijn die van het kamp komen. Er staat hier echt een hele grote SUV, helemaal bedekt met modder. Ze proberen het er nu af te halen. En de mensen zijn trouwens ook allemaal bedekt met modder. Dus ik ben benieuwd wat ons te wachten staat. Hey, getting bad. These lights up on the hill, the big bright lights, but they go across, those are DAPO lights. Those are the pipeline workers. Tammy en Sissy wijzen naar een reeks felle lichten verderop op de heuvel. Het zijn de lichten die de oliepijpleiding markeren. Ze zijn al aan het werk en wachten tot het laatste stukje gelegd kan worden. De Dakota Access pijpleiding wordt ook wel de zwarte slang genoemd. Hij loopt van de olievelden in Noord-Dakota naar Illinois en moet een 500.000 vaten per dag vervoeren. De aanleg was door Obama nog stilgelegd na de hevige protesten in het najaar van 2016. Maar president Trump liet in de eerste paar dagen van zijn presidentschap al weten door te gaan met de aanleg van zowel de Dakota-pijpleiding als die andere grote pijpleiding, de Keystone XL. De Lakota's zijn bang dat het water van de Missouri-rivier, dat zij als drinkwater gebruiken, binnen de kortste keren vervuild zou worden door een olielek. In december 2016 lekte er nog ruwe olie in de rivier, op zo'n 250 kilometer van het kamp. Bovendien loopt de pijpleiding over heilig land, waar onder andere graven van voorouderen liggen. The United States government is probably the most corrupt government in the world. It's always the same with this government. You can have this, but we're going to take it back. Daarmee refereert ze aan de afspraken die met de Lakota's zijn gemaakt over het land. Voor meer uitleg over die afspraken is hier Serv Wiemers. Ik ben internationaal jurist. Ooit afgestudeerd op de positie van Indianen onder het internationaal recht. Vorig jaar was ik ook bij de Verenigde Naties vergadering, jaarlijkse vergadering van inheemse volken. Eigenlijk moet je voor alles teruggaan naar het einde van de 19e eeuw. Dan heb je een soort beweging van kolonisten in Amerika richting Westen. Die komen op een gegeven moment bij de prairies aan, de plains. Daar ontstaan schermutselingen, want de Sioux-Indianen, Lakota's, worden geconfronteerd dus met indringers. Er ontstaat een oorlog en die oorlog wordt gewonnen door de Sioux. En die dwingen een verdrag af. Dat is het Fort Laramie-verdrag. En alles gaat eigenlijk over dat ene verdrag. Het Fort Laramie-verdrag wordt afgesloten in 1868. En dat is een heel gedetailleerd verdrag waarin erkend wordt dat een heel groot gebied, met name het huidige North Dakota en South Dakota en wat stukjes daaromheen, dat het voor eeuwig grondgebied van de Lakota's, van de Sioux, is en blijft. Er wordt bijvoorbeeld gezegd, er mogen pas stukken grond worden overgedragen
als driekwart van de mannelijke Indiaanse bevolking daarin toestemt. Zo gedetailleerd is het. Het is dus niet zomaar een verdrag wat je af kan wijzen. Het is goedgekeurd door het Congres van Amerika. Maar vrij snel daarna wordt goud ontdekt in de Black Hills, de Zwarte Heuvels, het heilige gebied wat ongeveer centraal is in dat territorium wat ze hebben. En het territorium wat ze hebben is ongeveer de grootte van Frankrijk of zo. Het is echt een groot gebied. En dan dus, nou, 10 jaar later, na het afsluiten van het verdrag, trekken de Amerikaanse troepen gewoon het gebied binnen om goud te gaan delven. Het is de eerste, maar niet de laatste keer dat dit verdrag en vele andere verdragen geschonden worden. Op een gegeven moment heeft in 1980 de Supreme Court van de VS gezegd dat inderdaad dat verdrag geldig is, dat dat illegaal gebroken is door de regering van de Verenigde Staten. Alleen de conclusie die er vervolgens aan werd verbonden door het Supreme Court is dat de Sioux een schadevergoeding zou moeten krijgen. En toen is er vanuit de Indianen weer een hele sterke protestbeweging gekomen van, ja, ons heilige land is niet te koop. The Black Hills are not for sale. En dat is eigenlijk de strijd die nu nog steeds speelt. Van, ja, de Indianen vinden dat ze in het recht staan. Dat is ook eigenlijk erkend door de Supreme Court. Alleen ja, ze willen die schadevergoeding niet. Als we even teruggaan naar vandaag, de Dakota Access Pipeline. Die loopt dus net een klein stukje, een mijl ongeveer, ten noorden van het Standing Rock Reservaat. Maar dat is volstrekt onbelangrijk voor de Indianen, want het loopt nog steeds door het gebied van het Fort Laramie-verdrag. Dus het is nog steeds Indiaans land in die zin. So the cops are down here, so here we go. There they are. Blow your windows down, everybody. Er staat een politieblokkade met heel veel zwaaiende lichten. Ik moet snel mijn microfoon verstoppen, want dat kan problemen veroorzaken. De politieblokkade is van de BIA, de Bureau of Indian Affairs. De staatspolitie heeft binnen het reservaat niets te zoeken, omdat de reservaten direct onder de federale overheid vallen en een bepaalde mate van zelfbestuur hebben. Maar ook de BIA wordt door de Standing Rock-Indianen niet meer vertrouwd, omdat ze, onder druk of niet, meewerken aan de planning van de ontruiming. There's a whole military camp up there. Yeah. There's cops on every little hill. You have to. In the morning, you'll see. Oh, that's stressful driving. Oh my God. Oh my God, it's muddy. Ryan! Het is weer 4 uur 's nachts. Het is heel erg koud. Er liggen stukken ijs op de grond. Heel veel modder. En er staan een aantal kleine joerts naast elkaar. Is het nou een joert of een jom? Of een... Ze noemen het een jom, maar dat is volgens mij een samenvoeging van home en joert. Nu ik zo aankom, de sfeer is heel anders. Dan de eerste keer was heel opgetogen. En het is nu gelaten. Want er gaat iets afgesloten worden. Om 5 uur 's nachts zitten we met z'n allen voor de kachel in de joert, of de joom. Kom. Watch this one. Tammy vertelt verder over haar achtergrond, die niet bepaald over rozen ging. Na de dood van haar moeder raakte ze op het slechte pad. I went dark and I went into the drugs and alcohol and then hanging out with gang members and robbing people and then I fought a lot. En ik deed underground street fighting also, but I got to the point where. Ze kwam in gangs terecht en deed aan gewapende overvallen en ondergrondse straatgevechten. Tammy belandde een aantal keer in de gevangenis. De laatste keer voor 16 maanden. Daar ontmoette ze Sissy, die een stuk langer moest zitten. I had a bad temper, so I grabbed somebody and I stuck her head in the fireplace. So I had to do 15 years. Sissy zat jarenlang in de cel bij een van de beruchte Charles Manson vrouwen, Leslie van Houten. Leslie van Houten, yeah, so that was my good friend. So. Toen ze Tammy op de buitenplaats zag, herkende ze meteen een Lakota. So I seen her and I said, are you Lakota? She said, what? Why? Yeah, why? Anyways, I told her, I said, you're gonna be my girlfriend.
Vanaf dat moment zijn ze samen. Sissy neemt Tammy mee naar Lakota-ceremonies... die in de gevangenis worden georganiseerd als afleiding en verdieping. Het wordt hun gemeenschappelijke uitweg. Tammy wacht 10 jaar op Sissy. When I left, she walked me to the gate. I said, I'm gonna wait for you until you get out. And she said, really, you're gonna wait. You just met me. 10 years, you're gonna wait, 10 years? And I, from that time that I left that prison until she got out, I stayed sober. I mean, I've never been sober like that in my life. Buiten danst een groepje rond een kampvuur. Maar wij gaan slapen. Althans, een poging doen tot. Want Orion is de hele nacht nogal hyper. En ik lig met mijn hoofd in een eco-toilet. Hoe lang heb jij geslapen, Jolanda? Ik denk ik bij intervallen 2-3 minuten. Ja? Nee, is niet leuk, Ryan. We worden alweer vroeg wakker gemaakt door een rondcirkelende helikopter. En het worden er meer. Toen wij er waren, echt de hele tijd vloog die rond. Kijken wat wij aan het doen zijn. But you remember that big drone? That was hanging still for, I think, 5 or 10 minutes. Dat was een drone, hele grote, bijna zo groot als een vliegtuig. En die hing helemaal stil. Een vliegtuig dat stil hangt, minutenlang in de lucht. Boven het kamp. Dat was best eng. Had het nog nooit gezien, zo'n groot ding. In het daglicht is het kamp beter te overzien. Het is onvergelijkbaar met de foto's van november 2016... toen het protest op een hoogtepunt was. Met 10.000 mensen, een strak blauwe lucht, groen gras en eindeloos veel tipi's. Ook Tammy vond daar iets wat ze nog niet eerder had meegemaakt. Coming here and seeing all the tipis and the people and the no electricity and just living off of the earth and I kind of felt of living how it was to be an ancestor. Before they built structures, it was just tipis and tipis and tipis. It was a beautiful sight. In my lifetime, the only time I seen something like that was in Dances with Wolves. Het is een vreemd idee dat Tammy als klein meisje in het reservaat ook de Indianen-kitsch van de Hollywoodfilm Dances with Wolves heeft gekeken. En sterker nog, dat ze daaraan vasthield als een romantisch idee over hoe het leven van haar voorouders eruit gezien moet hebben. Inmiddels is het kamp grotendeels verlaten, besneeuwd en modderig. Er ligt veel troep. Look at this, they just leave all their trash. To know how clean it was and how green and how beautiful it was, but now to look at it and see it, all this trash and junk, it's just, I don't know how anybody could call themselves a water protector or protector of Mother Earth, but just throw the trash, you know. Er waren zoveel mensen in het kamp dat troep niet onvermijdelijk is. Maar Tammy wordt er verdrietig van. Hurts my heart. Gelukkig zijn er ook mensen die komen helpen opruimen. Een groepje blanke mannen op leeftijd is bezig een tent af te breken. Op hun petje staat Veterans for Peace. Oh. Een oliekogende man kijkt nieuwsgierig naar mijn microfoon. We just came yesterday and we're in solidarity with the First Nation people. We really like what they're doing here. Unfortunately, our numbers are pretty small. Craig Woods ondersteunt de First Nation people, zoals hij ze noemt. Woods zegt dat ze nu nog met weinig veteranen over zijn, in tegenstelling tot een paar maanden terug. Omdat de ziel van de protest er sinds de aankondiging van de ontruiming een beetje uit is. De meeste veteranen die hier zijn, hebben in Vietnam gevochten. Dave over there is gone to Vietnam. And my buddy Barry, he was in Vietnam. It was really nice to see the old soldiers show up for the right thing. So we're hoping we can carry this forward some more. I think our government is reluctant to understand that. But we're gonna keep telling them and telling them. Because some of us were slow learners too. So if there's hope for us, there might be hope for the American government. Gelukkig blijft Woods er vrolijk onder. Toen hij als 25-jarige jongen in het leger zat, was er ook een ander Indianenprotest aan de gang. In 1973. Toen was het niet Standing Rock, maar Wounded Knee.
were all wounded at Wounded Knee. You and me, we were all wounded at Wounded Knee. De tijd van lijdzaam afwachten is voorbij. De bezetting van Wounded Knee doet de Indianen hopen dat de hele wereld zal horen wat hun eisen zijn. De 371 verdragen die ooit met de Indianen werden gesloten zijn allemaal geschonden. Nu gaan ze tot het uiterste om ervoor te zorgen dat hun rechten worden gewaarborgd. Het begon als een beweging van stadsindianen in Minneapolis met name. En daar was heel veel geweld, nog steeds overigens, van de politie tegen de indianen. Het was toen ook een soort protest, maar ook een soort beetje beschermingsbeweging gehad tegen het politiegeweld. Eind jaren 60, begin jaren 70 was dat een hele grote, sterke beweging. Die vrij veel publiciteit kreeg toen ze Alcatraz, het gevangeniseiland, bezetten. En later, dus in 1973, Wounded Knee. Vanuit Standing Rock rijden we er voor een dag heen. Het is een paar honderd kilometer, maar Tammy houdt van rijden, zegt ze. Wounded Knee ligt in reservaat Pine Ridge, dat een niet zo beste naam heeft door het hoge criminaliteitscijfer. There's nothing here, you know, so they create gangs and, you know, it's just like any other reservation. But the problem is they hit the news with it. It's hard here, you know. There's not enough jobs, you know. De Indianen vormen het armste gedeelte van de Amerikaanse bevolking. Ze hebben pas de laatste jaren af en toe wat meer inkomens gekregen door de casino's. En omdat in veel staten casino's verboden zijn, maar omdat dus de Indianenreservaten geen onderdeel vormen van de staat, kan je daar een casino stichten. We rijden inderdaad net langs een casino. Prairiewind heet het. Het klinkt mooier dan het in werkelijkheid is. Het landschap daarentegen is prachtig. Dit schijnt vroeger onder water te hebben gelegen, dus daarom krijg je hele bijzondere structuren. We rijden nu door de Badlands. Net kwamen we over de Bigfootweg en nu rijden we over de Gooseneck Road. Dus de Ganzennekweg. Het plaatsje Wounded Knee was niet toevallig gekozen als plek van verzet. In 1890 had er een bloedbad plaatsgevonden onder de Lakota's. Na de invasie van de Black Hills eind 19e eeuw ontstaat er een reeks van oorlogen tussen de Indianen en het Amerikaanse leger. Een groep Lakota's raakt op drift door de oplopende spanningen en verlaat het hen toegewezen reservaat. En dan trekt een groep Indianen richting Wounded Knee. And most of them were women and children. They were on foot. And you have to imagine back then, they were moccasins. And they just fled with what they had. Eigenlijk op de vlucht voor het leger. Heel veel krijgers, heel veel mannen zijn al gedood. Het is dan december, vlak na kerst. As cold as we are here, remember, they were 10 times as colder in a blizzard. Bij het dorpje Wounded Knee worden ze onderschept door het Amerikaanse leger. En die Indianen zijn op dat ogenblik hongerig. Het is december, het is vriezend koud. Ze trekken een beetje bij elkaar en er worden dan een soort van kanonnen rondom de heuvels neergezet en ze worden vermoord. And then that's when the government caught up to him and shot him all dead. And put him all in one gate, just threw him in there. Er wordt nog een beetje tegenstand gegeven, maar in principe is het gewoon een soort slagpartij. They gave up their life so that we could live. We staan nu bij het massagraf, because this was the mass graveyard, right? Yeah. Where everybody was put in. Yes, yes. Er zijn allemaal lintjes geknoopt aan een hek. Bloemen, vooral plastic bloemen, want gewone bloemen overleven niet zo lang. En het is wel een bijzondere plek, want het is helemaal verlaten. Het is een beetje op een heuvel, dus je kijkt over het hele landschap uit. Dan te weten dat hier zo'n gruwelijk bloedbad heeft plaatsgevonden, dat heeft iets bevreemdends. Heel veel Indianen worden daarna, in de jaren daarna,
naar boarding schools gestuurd. Ceremonie worden verboden. De vlechten eraf. Indiaanse vrouwen werden gedwongen gesteriliseerd. Mensen krijgen lijfstraffen als ze een Indiaanse taal spreken. Dus echt hele politiek is opgericht om eigenlijk te zeggen, nou, de Indianen bestaan niet meer. Het is eigenlijk afgelopen. Het is heel symbolisch dat in Moendeni de Indiaanse geest zowel doofde in 1890 als weer ontvlamde in 1973. AIM, de Amerikaanse Indianenbeweging, leidt de bezetting van Wounded Knee. Door directe acties wil AIM de Indianen politiek motiveren en weer bewust maken van hun eigen cultuur. President Nixon, in a worldwide address when he signed the treaty with North Vietnam, stated that they would honor all treaty commitments, past and present. And we, the American Indian, construed that to mean that he would honor the 371 treaties he made with Indian nations. Een beetje anders was, is dat de Indianen toen ook zelf hun wapens opgepakt hebben. En bij Standing Rock was heel sterk de nadruk elke keer van nee, wij gaan geen gewapend verzet bieden. Tomorrow at noon are going to walk out also and refuse to submit to arrest if they try to arrest them. Ik geloof dat iets van 1200 mensen zijn gearresteerd na afloop van Moendeni. Er is een oorlogje gevoerd tegen die American Indian Movement. En dat heeft op een gegeven moment ook geleid tot spanningen binnen de American Indian Movement. Dat er heel veel mensen gingen infiltreren in die beweging. Toen zijn er onderling ook heel veel verdachtmakingen geweest. En van ja, ben jij nou een geïnfiltreerde FBI'er eigenlijk? En dat is in die zin ook wel gelukt om wat tweespalt in die beweging te krijgen. Zeker. Coming up to a decision in this Wounded Knee thing. Because I gotta know what the damned Indian department thinks. And you know what I mean? Ik heb pas nog de Nixon-tapes erop nagekeken. En Nixon zegt van, stuur het leger erop af. En jammer als een paar soldaten misschien mee omkomen, maar weg ermee. Dat Nixon, tot en met Nixon, en natuurlijk onder die lagen ook, bedacht, ja, we moeten echt de Indiaanse beweging vernietigen. Dat was duidelijk. The winner is. Maar net als Standing Rock krijgt ook Wounded Knee wel veel steun in de publieke opinie. Marlon Brando in The Godfather. Ook van Hollywood celebrities als Marlon Brando, die in 1973 zijn Oscar weigert en Lakota Sachin Littlefeather het podium opstuurt om dat te vertellen. Sachin Littlefeather. I'm representing Marlon Brando this evening and he has asked me to tell you that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry and also with recent happenings at Wounded Knee. We hebben een afspraak met veteraan Don Cooney, of Cooney Dog, zoals hij zichzelf noemt. Hij was zowel bij de bezetting van Alcatraz als die van Wounded Knee. En laatst ook nog bij Standing Rock. We hebben afgesproken bij de enige supermarkt in de verre omtrek. Het is ijskoud. En we staan bij de Pinkies Store. Hij klonk behoorlijk relaxed aan de telefoon, dus misschien doet hij het gewoon rustig aan. Zou dat hem zijn? Hallo? Oh, there you are. Ho, ho, ho. Hallo? Hey, good, good. Ho, ho, ho. Oh, hello. Welcome to Wounded Knee. Thank you. Follow us down here. Come on, I just got a little chair or something. Okay. Yeah, but when they cook you. Great. So that is your car, right? We volgen Cooney over een vrij lange en ijzige weg. Onze dikke banden glibberen nog net niet de greppel in. Het is real small in. Ah, oké. Okay. One? Ja. We komen aan bij een aantal caravans midden in de sneeuw. En we kunnen niet met z'n vieren naar binnen. Want het is te klein. Ik heb mijn burn out broek. De caravan is warm en gezellig. Er staat een klein tv'tje aan en het bed ligt vol met aspakken en kralen.
Don Cooney draagt grote oorbellen. Zijn kwajongensachtige blik past goed bij het rode verzetsjaaltje om zijn hoofd. Myself always found it to be on the resisting side. Er hangt een grote American Indian Movement vlag aan de wand. Wounded Knee 1973 woke up the world. And Standing Rock did the same thing, but in a greater number. And just as strong and maybe even more powerful. So now the world knows that you can no longer rape the Mother Earth that you live upon. The racist in the United States of America is just as racist as it was when Columbus landed. It hasn't changed. I'd be ashamed to call myself an American. Cooney ziet zichzelf niet als Amerikaan. Omdat het racisme nog even erg is als toen het was in de tijd van Columbus, zegt hij. Zijn frustratie komt onder andere voort uit zijn schooljeugd. Ook hij werd gedwongen naar een kostschool gestuurd, waar hij zijn Lakota-cultuur moest vergeten. Where we couldn't speak our language, we couldn't do our artwork. We had to do what they wanted us to do, cut our hair, dress the way they wanted us to dress. It was to brainwash us, to take our language, to take everything, to break you. You know? And I guess you can tell they didn't break me. Het liefst zou hij alle Amerikanen terugsturen naar Europa. Wij moeten ze nou maar opvangen, vindt hij. They should get back on that big, big ship, big boats they got. Put them all back on there and send them back. And send Trump with them. En Trump, die krijgen we erbij. Send Trump with them. Because he's the evil of all evils. I've seen pictures that show the pictures of the devil. Now I know where they got the drawing from. Het zal niet verbazen dat Cooney weinig vertrouwen meer heeft in de politiek. To me, it's just words in the wind, you know. It's like a fart in the wind and poof is gone. It is. Hell, I live it every day. Standing Rock was just a battle. Wounded Knee was just a battle. So the war is still exists. The war is not over. It never will be, you know. We nemen afscheid van Cooney en Wounded Knee en beginnen aan de terugtocht naar het kamp, waar de ontruiming nu steeds dichterbij komt. Maar we maken nog één tussenstop. En wel bij een van de leiders van de beweging. Anders dan in Wounded Knee wordt Standing Rock vooral geleid door vrouwen. Vrouwen als Faith Spotted Eagle, ofwel Grandmother Faith. Op de achtergrond heeft zij heel veel dingen geregeld, zoals er dingen uit de hand liepen omdat mensen niet gewend waren met een hele grote druk om te gaan. Dan was zij degene die bedacht van hoe krijgen we de boel weer rustig. Ze is een beroemdheid onder de Lakota's. Ze kreeg in 2016 als eerste Native American een kiesman achter zich voor het presidentschap en voert een aantal rechtszaken tegen de aanleg van de oliepijpleiding. Er verschijnt een kleine vrouw met een zacht gezicht. Maar achter dat zachte gezicht zit een sterke persoonlijkheid met sterke uitspraken. It is living in an occupied territory. And so it's no different than what's happening in Syria and some of the other places. America is still that lost teenager. They're just totally immature. We leven in bezet gebied en Amerika is een verdwaalde tiener, zegt Spotted Eagle. Zij zag als geen ander hoe het protest in Standing Rock zich ontwikkelde. Naar buiten toe was het één beweging, maar intern rommelde het soms. Volgens Spotted Eagle was ook het kamp niet vrij van kolonialisme. We were quite aghast at the white privilege and the entitlement that entered the camp with a lot of the white women and white men that came to the camp and had a sense of arrogance and entitlement which comes from their world. So they came in expecting to do whatever they want. And it was also almost a reflection of what they call settler colonialism, is that when you go somewhere and you settle, you just want to take and take. And it came even played out with teepees. You know, these are teepee structures that are ours. And there was some ska oyate, or white people, that were manufacturing teepees and selling them. It's like they devoured everything. And so that's kind of a reflection of what goes on in the outer world, the appropriation of our culture. Ze zag bij verschillende blanke activisten een soort toe-eigening van de Indiaanse cultuur. En dat ligt nu eenmaal gevoelig, zelfs als het steunbetuigers zijn. It's painful to see that because we had to. Many of our people did die to hang on to some of those things.
So it was a challenge, and I guess there's some big lessons that will come out of that for future camps. Spotted Eagle geeft ook cursussen aan de getroubleerde jeugd in het reservaat. Die, zoals ze zelf zegt, lijden aan red rage, rode razernij, die voortkomt uit achtergesteldheid en frustratie. Zelf was ze op haar 20ste slachtoffer van geweld door 3 blanke mannen, toen ze niet wilde reageren op een haar onwelgevallige opmerking. When my leg got broken that time, I went into a period of red rage and I was really kind of scary. And I remember, and I was young, you know, I grew up fighting too, physically. When you have an unresolved trauma, you go into that rage spot. And I think anger itself is a natural human emotion, because if we don't get mad, it doesn't motivate us to see injustice. So if you can channel that anger, then you'll eventually be okay. Tammy en Sissy luisteren allebei knikkend naar haar verhaal. Ze herkennen het van vroeger. En toch zouden vooral de ontkennende Amerikanen in therapie moeten, zegt Faith Spotted Eagle. America is so filled with shame and guilt. And if they could come out of that denial, they could heal. And they could become our allies. Op de weg terug naar het kamp horen we dat de busjes van het Army Corps of Engineers al klaarstaan voor de ontruiming. We have to be out by 1 and all the cops are going to come in and start arresting people. Om 1 uur precies moet iedereen weg zijn. Anders volgen er arrestaties. Er zijn al meerdere incidenten geweest waarbij de politie de groep wilde terugdringen om de werkzaamheden voor de pijpleiding door te laten gaan. Ze hadden ook een gele streep van dat plastic gespannen. En er werd gezegd van, als je daar overheen gaat, dan gaan we je arresteren. Hoe zagen ze eruit, die man? Een helm op, een masker voor. Sommigen ook zo'n ding wat hier niet mag, zeg maar. Helemaal zwart met alleen je ogen eruit. En dan op de helm nog een camera. Zo van, we zien je. We zien je, ja. En meestal hadden ze ook een knuppel. En sommige dagen hadden ze ook geweren. En honden. Sommige actievoerders zijn bereid zich te laten arresteren als teken van verzet. Maar Tammy en Sissy weigeren een passief doelwit te zijn. Me, I'm not gonna stand there and get arrested. I'm not gonna sit there and just get arrested. It's a sitting duck, you know. In plaats daarvan lopen ze naar de rivier waar het allemaal om draait. Met een trommel en tabak voor een laatste gebed. For me, I just hold on to hope and faith that the water will be safe. I'm trying not to think about it, because if I start thinking about it, I'm gonna cry, because my heart is heavy. I don't know what the future holds, but I do know that for today, I'll keep staying in prayer. And that's what I offered my life to do, is to make sure that our way of life is preserved as much as we can. Het kamp werd volledig ontruimd en een aantal mensen gearresteerd. Maar Tammy en Sissy waren op tijd weg. Zij beraden nu nog wat de volgende stap is. Want de pijpleiding is er gekomen, maar de beweging Standing Rock gaat door. Dit was een programma van Laura Stek, eindmontage Berry Kamer. En wilt u alle karakters en het kamp ook op film en foto zien? Ga dan naar de interactieve versie van deze documentaire. En dit is te zien op vpro.nl/standingrock. Dus vpro.nl/standingrock. Het is een hele nieuwe vorm die we proberen en nu gebruiken. Dus we horen graag uw reactie. Reageren kan op ovt@vpro.nl. En Jolanda Kerpenstein zamelt samen met anderen nog geld in voor een grote yurt voor Faith Spotted Eagle voor ceremonies. Ga naar de Facebookpagina Scared Space for Grandmothers, mocht u willen bijdragen. En heeft u het allemaal niet zo snel kunnen noteren, dan kunt u al deze informatie ook op onze site terugzien of op onze Facebookpagina.
daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.